mensen denken dat mechanisatiebedrijven alleen maar wat truckers verkopen aan de boeren. Maar dat is dus helemaal niet zo. Vandaag kom ik er dan ook achter in wat voor branches zij nog meer een steentje kunnen bijdragen. Rijn, ja, ik heb net al een ritje op de trekker erop zitten. Of moet ik nou eigenlijk zeggen tractor? Wat is het nou? Nou, bij ons, in ons vak zeggen we eigenlijk altijd trekker. Tractor hoor je wel vaak, maar het komt meer uit, uit buitenlandse talen. Dus uit Engels, uit Frans en zo. Maar wij gebruiken altijd trekker. Naast de trekkers en de tractors kun je nog veel meer terecht bij een mechanisatiebedrijf. Waarvoor eigenlijk allemaal? Tuin- en parkmachines, reinigingsapparatuur. Je kunt er eigenlijk alles laten repareren. Als het maar iets met techniek te maken heeft, dan kun je er eigenlijk wel terecht, ja. En in wat voor branches worden de machines allemaal gebruikt? Dat is heel verschillend. Natuurlijk in de landbouw, maar ook maneges, gemeentes, overheden. Je ziet het bij autobedrijven, noem maar op. Nou Rijn, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar al die andere machines. Dus laten we even naar binnen gaan, toch? Oké, gaan we doen. Bepaalde mechanisatiebedrijven zijn geautoriseerd om VA-keuringen en VCA-keuringen uit te voeren. Dit zijn periodieke veiligheidskeuringen voor arbeidsmiddelen zoals bijvoorbeeld gereedschap, machines en werktuigen in de landbouw, tuin, park en industriesector. Roeleveld Bos is een van de bedrijven die deze keuringen mag uitvoeren. Rijn, had je het net over tuin- en parkmachines, maar wat zijn dat precies voor machines? Nou, tuin- en parkmachines zegt het al een beetje, die worden in tuinen en parken gebruikt. Dus maaimachines, heggenscharen, bladblazers, dat soort apparaten. Maar nu denk ik dat een trekker toch niet helemaal aan mij besteed is, maar ik heb wel heel leuk trekkerspeelgoed gezien. En ik denk dat mijn neefje daar echt dol op zou zijn. Dat denk ik ook, ja. Dus mag ik eentje meenemen? Ja, geen probleem. Nou, dankjewel. Oké, bedankt. Toch een leuk aandenken. Ja.